Geel kan doorgaan. Maar die actie van Renze Brinker heeft een unieke kans. Ruud Geel bij zijn schot en scoort inderdaad. Rudy Geel, een uitstekend doelpunt van Nederland. En hij is erg blij mee. Kijk u de herhaling. Renze Brink bereikt daar erg knap Ruud Geel. En daarvoor is hij topscorer van Nederland met zijn 29 goals. Hier scoort die ondervallende Patrick Wistor. 1-0. Peters. Willy van der Kerkhoff gaat. Hier is hij, Willy van der Kerkhoff. En René is voor de goal. Dit kan een doelpunt worden. En het wordt een goal. Dit is een schitterend doelpunt van Willy van der Kerkhoff. Uitstekende goal van Nederland, dat moet gezegd. In de 40ste minuut. En hij is anders dan ik dacht dat hij gemaakt zou worden. Want iedereen verwachtte het paasje op de man die voor de goal stond, René van der Kerkhoff. Maar Willy deed het in andere richting, achterop bij Petrovic. Het is een 2-0 voor Nederland. Schoen goal. Dat ziet er goed uit. Daar is een schot. Poppy Voda. Asimovic kwam in. En dit is dan een doelpunt van Katalinski. Die hier in uw beeld. Het is 2-1 geworden. Opnieuw zo'n gevaarlijk moment. Omdat Dajic, net zoals Guter net gezegd, dat hij wel 100 vrije trappen verkeerd wil nemen. Als de 101ste dan maar wel goed is. En dit begint een aardig op die 101ste te lijken. Dajic. Het is al een goal, Dragan Dajic. Ik zei het u. Hij kan vanaf die afstand uitstekend vrije trappen nemen. En deze zit er uitstekend in. 2-2 en dat de minuut op 8 voor tijd. Krol. En Bobby Voda. Erg snel, Bobby Voda kan zo doorlopen naar de goal zelf. Krol tackelt hem. Bobby Voda, Hadi Hojic. En het wordt geen goal. Hoe is het mogelijk, vragen deze mensen zich allemaal af. Jair staat nu op. Want hoe kan zo'n kans gemist worden? Maar hij werd wel gemist, kijk je maar. Hadi Hojic. Kist. Gaat zelf, Kees Kist. Goeie actie, Kist op de lat. Uitstekend, Kees Kist. De tweede maal dat Nederland op de lat schiet. Eerst was het René van der Kerkhoff. Nu Kist met een actie die van veel zelfvertrouwen blijk geeft. Krol. Renze Brink. Krol, ruimte. Kan scoren, Krol. Hij scoort ook. Ja, nee, hij scoort niet. Hoe is het mogelijk? Na die enorme kans voor Joegoslavië op de valreep van de eerste helft, van de tweede helft. Nu deze enorme kans voor Nederland. Krol, hij wacht goed. Hij kijkt ook. We hadden hem links moeten nemen, maar dat kon niet meer. Hij nam hem rechts en de bal hobbelde naast. Maar hij mag doorgaan en daarom heeft hij balbezit. Voor even, Vladic. Poppy Voda. Julian. Katalinski, Dajic voor de goal. Dat is, dit is geen goal. Dajic en Hadi Hodžić liepen elkaar in de weg. Het was Hadi Hodžić die toch nog kopte, terwijl hij dan Dajic had moeten overlaten. Kijk u maar, en de bal gaat naast. Krol. Kist. Geels gaat. Basis uitstekend. Ruud Geels. Gaat schieten. En hij scoort, Ruud Geels. Oh, het is 3-2 geworden voor Nederland in de tweede minuut van de verlenging. En de paas was van deze man die nu in beeld in komt rollen, Kees Kist. 3-2 voor Nederland. En daar ging een grote fout van de Joegoslavische verdediging aan vooraf, omdat Geels zomaar mocht aanleggen. Nog 4 minuten, vrije trap, Joegoslavië, Dragan Dajic. En daar is hij sterk in. Katalinski komt. Katalinski! Voor een doellijn afgehaald daardoor Adrie van Kraai. En hier is hij dan Jozef Katalinski. Hij maakt zo'n belangrijke fout met die goal van Geels. En nu zag hij dan zijn kopbal op het laatste eventje tot hoekschop verwerkt. En Nederland kan nu het spel uitspelen. Als Zuurbier is aangespeeld. Muzinic. Zuurbier. Maakt een overtreding. Dan toch nog even een opstootje in die slotfase, omdat Zuurbier Muzinic hindert. En Muzinic gewoon revanche neemt.
Maar de gele kaart is in deze sfeer niet terecht en die wordt er ook niet gegeven. Peters. Kist. Peters. Kist. Uitstekend Kees Kist. Grote klasse. En hij mag niet scoren van de scheidsrechter, want hij wordt teruggefloten. Omdat het... Ik dacht afgelopen was. Ja, het is afgelopen. Iedereen twijfelt nog omdat je als scheidsrechter meestal niet afluit als een speler zo kan doorbreken. Kist deed het uitstekend. En misschien is dit moment dan toch nog wel een beetje typerend voor deze wedstrijd. Want Kees Kist is een van de jongeren die door Jos Knobel in zijn laatste wedstrijd een beetje noodzakelijk moest worden ingepast.